Ook de competitie in de Eredivisie voor vrouwen is bijna afgelopen. PSV speelde afgelopen maandag, tweede Pinksterdag. De laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Tegenstander was SC Heerenveen. En kijken naar de ranglijst en naar de onderlinge resultaten, moet dat een eitje zijn voor de vrouwen van PSV. Vrijdag wacht nog één wedstrijd, de kampioenswedstrijd van Ajax wellicht. Zij strijden samen met FC Twente om de titel. PSV is uitgespeeld, wordt derde. Zakt niet meer, stijgt niet meer. En dus kan de ploeg vrijuit voetballen op de hertgang tegen Heerenveen. De eerste kans was voor Sabine Becks vroeg in de wedstrijd. Maar recht in de handen van Nienke Oldhoff. Boerad, lang geblesseerd geweest, is nu eindelijk weer fit. En zij, door het goede jagen van haar, komt Susanna in een kans om te scoren. En zij scoort het eerste doelpunt van deze wedstrijd. Vanessa Susanna. Krijgt haar kans nu er veel blessures zijn voorin. Veel afwezigen. En dus de laatste weken al veel speelminuten nu in de basis. En dat bekroont ze met een doelpunt. 1-0 voor PSV. En Heerenveen, dat heeft niet veel in de melk te brokkelen. PSV gaat vrolijk door en krijgt ook de nodige kansen. Zoals hier, Mirte Morees. Die bal wordt niet helemaal goed geraakt. Deze een heel stuk beter. 2-0 door centrale verdediger Lucie Akkerman. Scoort eigenlijk nooit, maar met corners en vrije trappen gaat ze mee. En dit rondt ze als een echte spits af. 2-0 dus. En dat is een ontzettend goed begin van deze wedstrijd voor PSV. Dan een overtreding gemaakt door Lydia Borg. Zij krijgt ook nog eens de gele kaart van scheidsrechter Piquet. En de vrije trap die is voor PSV. Morees achter de bal. Boerad die kan intikken. Maar net aan de verkeerde kant van de paal. Natuurlijk een vrije dag. Veel fans, veel kinderen vooral op de tribune. En zij kregen dus ook de kans om de vrouwen van PSV eens aan het werk te zien. En Vanessa Susanna die maakt de tweede van deze middag. Er zit natuurlijk wat geluk bij. Want of het een schot is of een voorzet, dat is niet helemaal duidelijk. Maar Oldhoff had die bal wel moeten hebben. Maar dat gebeurt dus niet. 3-0 voor PSV. En het is nog niet eens rust. Dat kan dus een hele mooie middag gaan worden voor de vrouwen van Nibosja Vukovic. Nadia Kolen met de voorzet. Boerad dan. En daar is nummer 4 van de middag. En dan gaat het wel heel erg makkelijk aan de zijde van PSV. Echt tegenstand, dat biedt SC Heerenveen niet. En dus met 4-0 gaan rusten is eigenlijk een hele logische stap na het verloop van die eerste helft. Dan meteen in de tweede helft, nog geen minuut gespeeld. Nadia Kolen vanaf de rechterkant. Tussen de paal en de keeper erin, dat mag eigenlijk niet. Maar Kolen scoort wel nummer 5 alweer. Ja, de korte hoek van de keeper. Laten we zeggen dat Oldhoff wel eens ooit betere wedstrijden gekiept heeft. Dan Heerenveen, dat komt er heel af en toe maar eens uit. Maar verder dan dit schot recht in de handen van Chris, daar komt de ploeg niet. Dat zegt ook genoeg over Heerenveen. Is een stukken minder dan PSV. En Morees scoort hier dan wel heel mooi de 6-0. De laatste van deze middag. PSV wint, dik en dik verdiend. Sterk PSV en een matig Heerenveen. 6-0 voor PSV. Ja goed, dat was wel uitstekend te zien. Die gedrevenheid, die passie, die strijd. En dat is exact het juiste moment. En op de juiste manier seizoen af te sluiten in eigen huis. En wij kunnen het gewoon als club heel trots zijn op onze meiden. Ja, eigenlijk alle kansen die wij kregen, die gingen er vandaag in. En dan zie je dat de eindstand 6-0 wordt. Dus mooi afsluiten zo aan het einde van het seizoen, de laatste thuiswedstrijd. Dus lekker gevoel. Jesselyn, 100 wedstrijden, wie kan dat zeggen? Ja, nu van PSV nog niemand, behalve ik nog. Ik denk dat daar wel spoedig veranderingen in komen, maar ik ben blij dat ik de 100ste wedstrijd heb gespeeld, ja. Hoe voelde dit moment? Ja, natuurlijk een geweldige mijlpaal die je meemaakt in je carrière, dus ik ben er alleen maar trots op. Jesselyn is gewoon een belangrijke speelster in het team. Als je 100 wedstrijden speelt voor PSV, dan betekent je heel veel voor het team. De bloemen erbij. Dan bedank je ook nog het publiek.
Zou je vanaf deze plek nog iets willen zeggen tegen het publiek? Behalve ja, bedankt voor alle steun. Want volgens mij hebben ze jullie er op heel wat momenten goed doorheen gesleept. Ja, zeker. Ja, het publiek is zo belangrijk. De 12e man zeggen ze wel eens. Maar ja, het is echt een steun in onze rug. En we hopen echt dat we volgend seizoen weer op de supporters kunnen rekenen.